Goedemiddag. Wij vroegen ons af of jullie een beetje slim met energie omgaan. We doen ons best. Kom maar binnen. Welkom in ons huis. We zijn net aan het lunchen. Dit zijn mijn man en kinderen. Het is een heel oud huis van rond 1850. Het heeft heel veel charme. Heel sfeervol. Heel erg fijn om hier te wonen. Het nadeel van de huizen die gebouwd werden in die tijd is dat men nog niet bezig was met energie. Dus het was wat oud, het was wat tochtig. En daarom is 18 jaar geleden het hele huis gestript. Alleen de muren stonden er nog, het dak is helemaal vernieuwd. Vloerisolatie, muurisolatie, dakisolatie, tochtkips onder de deuren. Het voordeel is dat we daar nu gewoon nog steeds heel veel plezier van hebben. Nou, hier is het ketelhok. En hier hangt onze nieuwe hoge rendementsketel. De oude was helemaal aan zijn eind. Hij deed het vaak helemaal niet, dus als mensen aan het douchen waren, dan werd het water ineens koud. Hoorde je een gil uit de badkamer. Nou ja, we weten nog niet precies wat het scheelt. We verwachten wel lagere kosten te krijgen. Wij hebben de kinderen van jongs af aan betrokken bij de energiehuishouding hier. We hebben ze gevraagd om de deuren dicht te houden, de lichten uit te doen als je ergens niet bent. Omdat we ze er vroeg bij betrokken hebben, is het heel vanzelfsprekend dat je zuinig bent met energie. Het kost veel geld. Energie, als je daarop let, dan heb je meer geld voor cadeautjes en zo. Ja. Hi.